Nou, we zijn hier aan het opbouwen met de Belgium Choke Days. Er gebeurt al heel wat hier. Beetje de tafels een beetje aan het opbouwen, het vloertje aan het neerleggen. Ik heb geen idee hoe het uiteindelijk eruit gaat zien. Maar het is al een leuk beginnetje, zo te zeggen. Het is wel bezig Belgium Choke Days. Ik moest dat ding later ook thuis hebben. Ja, ik ben er al helemaal over uit. We zijn hier aan het opbouwen, zoals je ziet. Nee, ik was het vinden. Het staat er allemaal niet bij hoor. En ik kan heel veel Pokémon's vangen tegenwoordig. Nog ik heb keer. Er nu al gewoon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gevangen met haar. Er zit hier ook een big ass beamer. En ik ben echt benieuwd wat hier gekomen. Volgens mij wel een soort van podium of zo. Dat ik kan dansen en zo. En dan daar is dan de backstage, een kleine kamertje. Dus er is een hoop te doen hier. Tessa, het is danstijd. Ik heb wheelies aan, kijk. Kom, laten we een rondje. Je kan een rondje draaien zo, toch? Kijk. Op je wheelies. Blijf op je wielen staan. Ik ga er gelijk even stellen. Pizza's, bread, nachos, bloem. Maar hou de camera vast,
ik ga... Oh, je hebt... heb je geld bij je dan? Ik heb altijd geld bij me. Heb je geld bij je? Oké. Okay. Ik heb geld bij me. Hij is wazig. Oh, daar ben je. Ja? We gaan het eerst aan de meneer vragen. Meneer van de Belgium Tube Days. We hebben geen biertje. Ben ik in België? Ik kan het niet. Nou, ik vind het eigenlijk wel terecht. Want al die kleine kinderen hier moet gewoon kunnen. Niet kunnen, bedoel ik. Dus heel goed. Ja. En wat is de minimumleeftijd hier in België voor het drinken? Sterk en drank. Echt in voor bieren van 16. Kijk, heb jij even mazzel? Kan jij vanavond in het hotel een biertje drinken? Yay! Al die jaren. Toen Rick 16 werd, ging ze het in Nederland afschaffen. Naar 18. Naar 18. Ja. Ik ben nu bijna 18. Nee, je bent nu 17. Bijna 18. Ik ben nu 17. Ik ga vanavond eindelijk mijn allereerste biertje drinken. Legaal. In België. Oh, lekker. Kijk, ze hebben ook allemaal pizza. Ziet er echt goed uit, man. Ja, ze hebben ook meloen, 2 stuk. Ja, maar ik vind er ook gewoon echt... Ik ga het even vragen. Mag ik even filmen hier? Moet je eens kijken, hoe gaaf is dit dan? Een soort pizzapannen en een verse meloen. Ja, die Belgen die kunnen gewoon echt goed voor eten zorgen. Ik kan niet anders zeggen. Het is ook hele chique meloen, kijk man. Allemaal pitjes. Ja, dat hoort bij meloen. Kijk, daar zijn pizza's. En hier hebben ze nog nachos. Jongens, we hebben echt niks te klagen hier. Gewoon echt helemaal niet. Allemaal verse ingrediënten. Word je toch blij van? Ja. Ja, echt? Dat is ook ik hou ervan. Wat ga je halen? Nachos gaan we halen. Nachos, ik wil pizza. Oké. Tot zo. Oké, zie hier de bar. Wat een leven hebben we, jongens. Echt. Oh, de radio. We gaan even de radio filmen. En. Ga even iets dichterbij. Oh, je kan gamen. Hoe gaaf is het? Kijk dat wagentje dan. Oh, die is echt leuk. Die is van alles over game van gamesnet.nl. Maar eigenlijk klopt tegen elkaar, hè? Cool, man. Ik vind het een geweldig wagentje. Echt, daar word je toch blij van? Dit is mijn wagentje. Jij wil ook zo'n wagentje? Gewoon in je kamer of zo? Leuk man. En hier, wat hebben we hier? DJ Marvel. Zongen. DJ Marvel, kennen we die? Dat is gewoon Marvel. Oh, Marvel. DJ Panil erbij. Oké. Mag jij filmen? Hallo, u is? Alles goed? Alles goed? En u bent van? Ik ben van België. Ken ik. DJ-naam, wow. Marvel, het is helemaal Marvel hier. Ik vind wel, je hebt de coolste bus ever. Hey. Echt. Hey, ik ga hem even laten zien. Hey. Check dit dan. Een mooie Marvel bus met Marvel helden. Helemaal velden. Allemaal coole plaatjes erop. Ja, dan niet alleen, maar moet je kijken. Lichtjes binnen. Oh, damn. Gewoon een televisie binnen. Dat is gewoon in game, hè? Dat is gewoon gaaf. Echt cool, man. Hoe cool is dit? Ik ben er blij mee. Ja, let's go. Oké. Dankjewel. Wat moet ik meenemen? Oh. Wat gaat er nu gebeuren? Op de foto. Op de foto? Oh, die meneer gaat... Oh, we gaan even kijken wat die meneer gaat doen. Zijn we hier? Ja. Zit ik al daar achter? Maar ik heb het staan, staat perfect. Ga je met meer opstaan van in? Oh, maar ik heb geen moet je live filmen. Ja. Dus jij zet zelf niet bezig met YouTube. Vanaf ik op Marvel doe, komt het juist bij een huidige effect. Gaat een seconde duren. Oh, fuck. Ik ben niet zo goed. Ik ga het passeren, hè. Oh. Ja. Perfect. Online. Jullie hebben net gezien hoe wij heel raar deden. Nu gaat hij draaien. Oh, damn. Hij draait hoor. Ja? Dit zetten we op z'n aan. Nou, hoe schattig zijn wij dan? En nu? Ik ga jullie even afdrukken. En dan ga je de medium naar huis. Kijk, daar word ik toch blij van. En ons helpt. Jullie zijn van Marvel. Ik ben niet van Marvel. Oh, u bent van? Jammer hè, ik ben van... Ik vind hem gaaf. Oké. Okay. Leuk! En kun jij mij
misschien iets meer vertellen over je video's die je maakt? Ja. Hallo, mevrouw van de Pokémon! Hoi! Wat doen jullie hier vandaag? Wij zijn Poképlay, we zijn een organisatie en wij organiseren onder andere meetings, tournamenten en vandaag hebben we een Magikarp-wedstrijd. Iedereen kent het respect van Pokémon. Ja! En wie dat laatste Magikarp vangt, dat is een vis, die kan van onze kamer als maak van de video. Ja, ik moet zeggen, ik heb een paar promo girls bij ons en die zijn erg teleurgesteld dat ze niet mee mogen doen. Nou ja, ook niet. Voor de eer meedoen van mij. Oh, dat zou ik tegen ze zeggen. Dat vinden ze wel leuk. En wat kunnen ze winnen, zei je? Een camera te waarde van 300 euro. Ah, chic idee. Dus ik het is een YouTube day, dus... Camera's zijn erg gewenst, ja. Ja. Ik ga even de promo girls halen dat ze mee kunnen doen. Oké. Okay. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, inderdaad. Oké, dankjewel. Het is lente in de open. Dat altijd was die studenten, ja. Oh, ja, jeetje. Nou, hier op Main Street zijn dan allerlei Q&A's. Nagelstilisten. Kan je dus vragen stellen aan een bekende YouTuber. Dat houden ze dan aan de gang. Nou, oh, YouTubers, yay! Er gebeurt niks, ze bewegen niet. YouTubers! En zo zijn we weer terug bij onze stand met Hart voor Paarden, de Haarschool, Craftmama. En slank en wit TV. Even kijken hoeveel er staan te wachten, alleen voor het gerecht, hè? Miranda heb ik terug. Super! Ik zal je filmen en dan moeten jullie het verschil even bekijken.
Holy shit! Holy shit! Dan pas zie je hoe groot jullie zijn. Ja, ik ook hoor. Jij ook. Laat me even teruggeven. Ja, echt ziek. Ik vind het echt ziek. Wij zelf zien dat niet. Wij zien niet hoe groot ze zijn. Tijdens als we echt met mensen kijken. Nu praat ik op oogcontact. Kijk maar. Mooi. Ja, beter. Veel beter. Ja. Wat de hel. Kunnen jullie van de Belgium Tube Days? Dat is wel leuk. Ik vind het leuk. Dus, ja? Kijk, in Nederland is YouTube al een beetje geëvalueerd. Alleen in België moet er nog komen en dat vind ik leuk dat ze eerste stap nemen. Ja, dat is waar. Dat gaat de goede kant op. Dat gaat de goede kant op, ja. Nou ja, wij lopen met Amerika al 5 jaar achter. Ja, en België denk ik 7 jaar of zo. Ja, denk ik wel. Dat is een stuk groter, hè? Ja. Een stuk groter, jongens. Dat kan niet vergelijken. Maar goed, je hebt naar je zin. Ja, dat is high five? Altijd. Ja, ik ook. Deze mevrouw even bedanken voor het fantastische gesprek. Oh, Rebecca. Rebecca, bedankt voor dit gesprek. En je kan ons gewoon volgen op Insta, gaan we even doen op YouTube. Maar het is niet verplicht. Vier deel wel even. Dankjewel. Even wachten. Kijk. Tada! En wat doen jullie? Voor alles. StuTV 2.0. Hallo, leuk dat je kijkt. Ja, je keek waarschijnlijk de hele tijd al. Maar zoals je ziet, zitten hier een hele gezellige groep mensen bij elkaar. Ik ben Elise van Elise Ringen, maar dat is het niet. Veel meer. Ja, mijn naam is Miranda van de Haasval. Misschien moet je vertellen wat je doet. Oh ja, en sorry. Mijn naam is Miranda van de Haasval en ik geef vlecht en lang haar. Dus ik maak video's met lang haar. Vlechten, opsteken. Alles met lang haar. Alles met lang haar. Ja, alles. Hi, ik ben Rebecca en hier achter mij heb ik Ja. En Michael. En wij zijn van Hart voor Paarden. Wij maken video's over onze paarden en ponies natuurlijk. Maar we zien nou ze te lachen. Die is vast er doorheen. Het is er dan. Het is er dan. De stem klinkt echt voor geen beter. Ik ben mijn stem kwijt. Ik ben er wel hartstikke koud. Ik ben er niet zo goed. Wij maken, misschien kan Tessa vertellen jij maar wat we doen. Ja. Wij maken video's over onze paarden en ponies. En we rijden paard! Wat voor een ander kanaal heeft je moeder? We hebben ook nog prinsessenhaartjes. En wat voor video's kunnen we daar vinden? We gaan die ook. De prinsessenhaartjes kun je vinden met zijn moeder, bij mij, bij haar. En bij Hart voor Paarden, waar gaan de video's dan over? Over onze paarden. En ook hoe ze rijden en hoe jullie. Ja. Hoi, ik ben Sabine van het kanaal Mama Sabine en wij maken vlogs. En we maken vlogs met ons hele gezin. Dus met deze kleine, nog 2 jongetjes en mijn vriend. En ik ben Chantal van Krachtmama en ik maak DIY-video's, pretzelvideo's en bakvideo's. En ik doe niet om een duimpje omhoog te geven voor deze video. Yay! En als je nou denkt, hoe zat het nou ook alweer? Wie waren die mensen en waar kan ik ze vinden? Dan kun je alle links gewoon in de beschrijving van de video vinden. Zeker even kijken. Oei. Ja. Doei. Hallo Kim. In je hotelkamer. Hoe vind je het? Ik vind het een hele mooie hotelkamer. Laat eens even zien wat je hebt. Ze heeft een hele coole deur, hoor ik net. Hier is de badkamer. Ja. Hier is een douche. Wat is er nou met die deur, deze deur dan? Kijk, hier is... Oh, ik moet erin. Wacht even hoor. Even, erin. Ja, ik ben er. Hier is de wc. Oh, kijk nou. Je kan er een wc-deur van maken. Hij kan zo dicht. Maar hij kan ook zo dicht. En hij kan zo dicht. Welk bed is voor jou, Kim? Dit is mijn bed en dat is Mike's bed. Jee. En we hebben zelfs een föhn. Oh, moment. Föhn. Tadaa. Goed zo. Nou, cool. En een tv. En een tv. En ik heb dit bed geshotgund. En geshotgund ook nog. En een telefoon. Oh. En een telefoon. En een waterkoker. En een waterkoker. Dus jullie zijn tevreden met de hotelkamer, begrijp ik? Ja, en een prullenbak. En een prullenbak. Nou, heel goed. Oh. Maar Rick heeft inmiddels een shirt uitgetrokken. Waarom doe je dat? Ja, hij was zweterig en nat. En Dan mag dus dat. Moet ik even netjes op. Oké. Nou, we hebben hier twee persoonsbedden. Dat is helemaal leuk. Tess zat even onder de douche, die was zeiknat. Zo, hier mogen we slapen vannacht. Yippie! Nog een keer. Yippie! Nou, we zijn bij het hotel naar de Belgische Tube Days. Dat was een geweldige dag. Wat vonden jullie ervan? Ik vond het helemaal leuk. Als
dit nou een leuke video vond, geef gewoon een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie je de volgende video weer. Doei! Dank u.